gaat hier toch gezellig zitten op het bankje. Oké. Dat is dus mevrouw de Bok, hartelijk welkom. En wie zouden we dan als tweede gast hebben, lieve mensen? U weet het al, meneer de Bok. Ja. Meneer de Bok. Gaat u zitten. Gaat u zitten. Ja. Even daar kijken zitten wij dan, kun je wel zeggen, ja, natuurlijk. Ja, daar zitten wij dan. Zit u goed? Ja, ik zeg, ik zit wel goed, ja. Zit jij goed? Zeggen, ja. Laat mij er dan zitten, want ik zit er erg rot hier. Oh. Zo, hoor. Ja, gaat, zorgt u vooral dat u zich lekker op uw gemak voelt. Ja, natuurlijk. Ja, dat het echt gezellig zit je lekker is. Zo, hè? Nou, dit is hem toch ook niet, Pep, maar toen. Nee? Weer... Gaat uw gang, gaat uw gang. Ja, het is het beste. Nou, is dat het beste? Het is een beetje doorgezeten, hè? Meneer en mevrouw, de Bok, welkom in TV Privé. Ach, wat dank u. Even een wat vraag. Aardig, hè? Aardig, u ja. Lijkt ook een beetje op Mies, moet ik zeggen. Hij heeft er wel wat van, hè? Het is exact Mies, hè? Even om te beginnen, mag ik je of jou tegen u zeggen? Of zullen we u zeggen? Wat... Nou, zeg gewoon maar jij tegen mij. Nou, jij? Ja. Ja. Zou jij? Tuurlijk, nou, zeg tegen mij maar u, hoor. Ik heb liever dat u tegen mij gewoon jij. Spontaan, hè? Oh, doe maar jij niet. U bent het eens. Dank u wel. Spontaan. Dank u wel, meneer. Ja. Mevrouw de Bok. Dan meteen maar om met de eerste vraag te beginnen. Nou, nee, het is de derde vraag al natuurlijk. Tuurlijk, jij hebt er goed bij gehouden. Is ja. Of we goed zaten en of die u moet zeggen. Daar gaan we precies. Nou niet. We gaan wel exact ja, u bent, tellen, natuurlijk. U bent een hele schrandige gast. Dat dacht ik ook, ja. Mag ik dan de derde vraag aan u stellen? Ja. Ik wil beginnen met u, mevrouw. Oh, dan bemoei ik me met, met jou, mevrouw de Bok. Ja. Met welk been bent u vanmorgen uit bed gestapt? Nou, jij valt meestal meteen met je kanus op de grond, hè? Nee, maar... Eens even kijken, als wij nou zo liggen, hè? Nee, liggen wij zo? Nee, wij hoe liggen toch wij nou aan al? Aan de andere kant? Ja, wij leggen eens even kijken nou. Kom eens leggen, Beb, dan. Ja. Dan kennen we het even. Kijk eens zo. Ja. Oh ja, zo leggen wij. Dus. Zo leggen wij. Ja. Dus ik ben met dit been... Met dit been op bed gestapt. Oh, mevrouw. Je stapt met alle twee uit, jij, Beb. Ik stap met alle twee uit, Beb stapt met alle twee uit. En, meneer de Bok... Ik gooi eerst deze naar buiten en dan de rest. Fijn, dank u wel. Ja. Dat was een... Wat een interessante vraag ook, trouwens, hè? Ja. Ja, we willen juist in dit programma de persoonlijke precies, dingen van de mensen ja. Dus naar voren laten komen. Het is leuk om te weten, thuis voor u ook, natuurlijk, ja. Hè? Ja. De volgende vraag. Wat? Alweer, wat gaat sneller. Gaat sneller. U heeft wel tempo, hoor. Wat is uw favoriete man of vrouw? Ja. Hoe zou u hem of haar verleiden? Oh. Mag meneer de Bok beginnen? Nou, mij zal ik het maar even doen. Hè? Ik heb wel een leuk in mijn gedachten. Ze hebben leuk in de gedachten. Ze hebben altijd een leuk in de gedachten natuurlijk. Zeg maar, Beb, ik zit er. Ja, zeg maar. Die Rembrandt-steden wel echt. Oh, ja hoor. Wat gaan we nou doen, Beb? Nou, gewoon die mag ik graag zien, hè? Maar dan ga je het niet vertellen, die Rembrandt-steden. Nou, meneer vraagt toch mijn favoriet. Ja, dat is Rembrandt, denk ik. Ja. En hoe zou u hem willen verleiden? Nou, dan zou ik gaan liggen. Liggen? Ja, ik bedoel zo, weet je, op de bank, zo. En dan zo'n jurk met een split om of zo. Hé, daar houdt Ron wel van, geloof ik. Ja, dat zou Ron wel lekker vinden. Het is in ieder geval te proberen. Ja, misschien help je wel overeind als je zou leggen, hè? En meneer de Bok, wat is uw favoriete man of vrouw? Dan zou je hem of haar kunnen verleiden. Ik vind u altijd erg leuk. Ik vind u altijd, zo spontaan overkomen ook. Ja, hè? Vind ik ook. Vind u altijd heel spontaan overkomen. Ja. Fijn. Ja. Zullen we nu maar naar de volgende vraag? Wil u doen? Hoe heeft u elkaar eigenlijk leren kennen? Wie antwoordt daar eerst op? Dat was kunt u even nadenken. Carnavalsavond was dat. Dat was op een carnavalsavond. Ja, dat was op een carnaval. Dat was heel erg leuk. Toen zaten wij samen in een paard. Zaten wij samen in een paard. Ik zat dus voorin. Jij zat voorin, zij zat voorin en ik zat achterin. Ja. Zo doen we. Als het andersom was geweest, dan hadden we nooit hoeven trouwen natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nu een... Wat? Wat voor spelletje speelt u het liefst, meneer de Bok? Nou, hetzelfde als met de vorige vraag, hè? Ja, tuurlijk, hè. Ja. De volgende vraag.
Welke zanger of zangeres bewondert u het meest? Kunt u hem of haar een ode brengen? Wie beantwoordt de vraag het eerst? Ik vind die Marco Bakker vind ik wel echt. Marco Bakker, ja, die is wel echt, ja. Ja. Ja, vind ik wel ook wel. Ja. Nou, ik ben meer van Rudolf Valentino, heb ik altijd erg goed gevonden. Hoe kun je dat nou zeggen? Rudolf Valentino zingt toch helemaal niet? Nee, daarom juist. Altijd erg prettig gevonden om naar te luisteren. Ja. Juist. En kunt u hem of haar een ode brengen? Ja, als u hem pakt, brengen we. Tuurlijk. Ik weet niet waar ze wonen, het maakt mij niet uit. Wil ik hem best brengen? Dat doen wij wel hoor. Ja hoor, willen wij best even brengen. Ja. Ja. Nou, de laatste vraag. Razendsnel ook. Ja, we moeten op de tijd denken. Wanneer en hoe had u uw eerste seksuele ervaring? Wie wil deze vraag het eerste beantwoorden? Nou. Beb moet hem nog krijgen, geloof ik, hè? Ik dacht dat jij er nog niet aan toe was, toch? Hè? Goed, ik heb nog. Maar er zit wel schot in. Wij gaan er wel eens aan beginnen, hè? Ja, ja. We zijn er wel eens zo zachtjes over begonnen, natuurlijk. Maar ik heb hem al heel lang geleden gehad. Ja. Toen was ik nog in de elektriciteit. Ik heb een hele tijd in de elektriciteit gezeten. En toen sloot ik elektrieke dekens aan, hè? Ja, ja. Bij de mensen thuis dus, hè? Tuurlijk, ja. En toen was ik dus bij een vrouw en die de elektrieke deken aangesloten. En toen zegt die vrouw van, wil u misschien een pilsje of zo, zegt die vrouw tegen mij, hè? Ik zeg, nou, dat is goed, zegt ze. Ik zeg, dat is goed. Zegt ze, maar ik moet u wel waarschuwen, want mijn man komt over 3 kwartier al thuis. Ik zeg, nou, geef niet, er niks gebeurd. Zegt ze, nee, maar als je wat van plan bent, moeten we wel opschieten. Dus toen eigenlijk de eerste keer. Heb ik jou nooit verteld. Nee, heb ik jou nooit verteld. Maar dat was eigenlijk de allereerste keer, ja. Ja. Oh, en we vragen u ook nog van of wij iets dierbaars meegenomen hebben. Ja, ja dat had ik als laatste vraag. Ja. Oh, nee, omdat u net al zei de laatste vraag. Ik denk, dan schieten we er doorheen. Oh, sorry hoor, ik was even in de bar. Maar heeft u iets dierbaars meegenomen wat u bijzonder koestert? Nee, ik heb er bijna niet. Natuurlijk wel, hè. Was er echt niets? Nee? We hebben wel iets dierbaars meegenomen. Oh, natuurlijk. Ja, dat is zo leuk. Zal ik het even zeggen, Beb? Ja. Wij hebben namelijk, dat leek, we hebben heel lang gezocht natuurlijk, hè. En toen hebben wij hebben namelijk een kanariepiet. Ja. En die hebben wij al 39 jaar. 39 jaar hebben we. 39 jaar. Jozo heet Jozo. Moeten we toch een keer in het programma Jozo. Hebben? Zegt u? Die moeten we toch een keer in het programma hebben? Ja, we hebben hem ook meegenomen. En hij heet Jozo, want we hebben hem gevangen met een beetje zout op zijn staart. En hebben hem Jozo genoemd, hè? Nou, waar is die dan, Jozo? In je tas, hè? Je hebt Jozo in mijn tas gestopt. Hoe moet ik hem anders meenemen? Ik denk dat is lekker warm. Hoe kun je nou Jozootje in mijn tas doen? Hou Jozo er even uit. Zo leuk. Dan kan u Jozo wat Jozo. Het is heel oud natuurlijk. Maar Jozo. Jozo. Ik zie hem niet, hè. Waar is Jozo nou? Jozo. Jozo. Jozo, waar heb je Jozo nou gestopt, Beb? Kijk, dan is hij in het hoekje, hè. Waarschijnlijk. Kijk, hij heeft zijn jas uitgetrokken. Hij had veel te warm natuurlijk, hè. Kom eruit, zei Jozo. Jozo, Jozo, kom eruit. Ach, daar zit hij hier in de hoek, zie je? Oh ja, Jozo, kom op. Hij heeft zich uitgekleed. Kom op. Hij zit met een badhanddoek. Kom eruit uit. Ja. Kan u hem zien misschien in de hoek? Hij zit in de hoek van de dingetje. Kom eruit uit. Jozo. Jozo, kom eruit. Hij houdt zich vast aan de voering, zie je wel. Kom eruit, Jozo. Hij wilde niet uit, dat is jammer, hè. Kom eruit. Jammer, ik pak hem wel even uit. Voorzichtig nou. Bijt. Hebt hij gebeten? Jozootje. Pokkenvogel. Enfin, meneer en mevrouw de Bok. Jozo. Zag je was, maar hoor. Leuk u ons programma te hebben. Vond u het leuk? Ja, het was enig. Oh. Enig. Hij vond het leuk. We hebben een kijkje gekregen achter het intieme leven van meneer en mevrouw de Bok. Dat leek mij ook voor u, ja. Fijn, dank u wel. Ja. Dank u wel, meneer en mevrouw de Bok. Dank u. Ik heb geen bloemen voor u, maar u mag een wens doen. Wat zou u graag willen? Wat zouden wij graag willen? Ik heb al hem gezien. Heb jij hem gezien, Beb? Ik heb hem al gezien. Ik zag hem ook al. Ik vond hem wel aardig als we die zouden kunnen krijgen. Dat zou wel lekker. Waar heeft u het over, meneer Van der Bok? Kunnen we hem... Dan nemen we die graag als geschenk mee. Dat nemen we dat mee. Waar heeft u het over? Ik heb nu even... Waar heeft u het over? Oké, oh ja, maar... Ja, meneer en mevrouw de Bok, pas u op. Meneer de mevrouw de Bok, ogenblikje. Ja. We laten hem thuis bezorgen.
nog even hier komt, meneer mevrouw de Bok. Want ik laat u bij u thuis bezorgen. Maar ik heb nog een ander cadeau voor u. Oh. Iets heel bijzonders. Oh. Volgende week woensdag is er in het Amsterdamse Tuschinski Theater en in nog 70 andere theaters in Nederland de première van de nieuwe André van Duins film Ik ben Joep Meloen. Oh. En ik heb hier 2 kaarten voor die première. En u wordt met een schitterendere Rolls Royce dan van huis gehaald. Toch liever de gebracht. Nee. Ik heb hier de kaarten. Wilt u? Ja. Oké, nou, ik wens u veel plezier bij die film van Joep Meloen. Ja, dank u wel, meneer en mevrouw de Bok. Dank u wel. Geen bloemen dus voor de heer en mevrouw de Bok. Mijn verrukkelijke bankgasten, maar wel bloemen voor jou, Mies Bouwman. Bedankt voor het idee en ik hoop dat je ook een beetje gelachen hebt. Morgen worden deze bloemen bij je thuis bezorgd. Dag Mies.